Een hele goede morgen. Ja, ja. We zijn vrijdag beland. Ja. En het is nog maar 8:53, dus bijna 9:00. In de ochtend wel te verstaan. Het is de 23ste. Nog 2 dagen. Ja, dan is mijn man weer zo lang weg. En de 27ste is mijn schoonmoeder een jaar weg. Allemaal weer van die rotdagen en dan vlak achteraan Karin en Roderick een bruiloft. Ja, dat houdt niet op hier aan deze kant. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Het is ook wel weer leuk. Even wat anders aan je hoofd. Ook weer spannend. Wat krijgen we nou? Wat een rare tijd dat we hier een bus voor de deur krijgen. We krijgen een bus voor de deur. Maar in ieder geval... Ik wens jullie een hartelijk welkom bij weer een hele gloednieuwe vlog. Natuurlijk bij Corinna en de Beestenboel. Ze zijn allemaal binnen, dus ja. Maar we hebben een vrede bus. Een transportbus. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Nee, niet. Enkel deze tijd ben ik niet gewend. Vooral pakketbezorger zijn. En die hebben zo'n bus. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik heb een bakje koffie voor mijn neus staan. En ik heb een broodje. En waarom ik er zo vroeg uit ben? Nou ja, gewoon. De monteur die komt tussen 9 en 10. Voor mijn booster. Dus we wachten af. Kijken of het inderdaad gebeurt. Anders ben ik voor Jan Dokus vroeg mijn bed uit. Dan had ik nog een paar uur kunnen blijven leggen. En jij, dame, ik zag je spieken. He? Het beweegt allemaal mooi, hè? Die slingers. Ja, hè? En hier zit er een. He, kan dat? Ja, nou. Ja. En die jongen zit op de bank, op de rugleuning. Ewen. Meeuw. Is het waar? Is het waar? Het traantje bij je oogje. Hey. Ja, het traantje bij je oogje. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Als jullie de lucht hier zo kunnen zien. Mooi weer. Het zonnetje komt al omhoog. De bewolking die drijft weg. Maar er komt ook weer bewolking op de andere kant. Dus ja, het is gewoon afwachten wat voor weer we krijgen vandaag. Het kan, ja. Ze zeggen dat het kan gaan sneeuwen, het kan gaan vriezen, het kan gaan dooien of wat dan ook. Ja, kan het altijd. Ja, er is zo'n gedeelte blauw en er is weer bewolkt. Want de dagintje is ook weer bewolkt. Boven zee en dus. Ja, we wachten gewoon af wat we krijgen. Toch? Ze zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Jullie willen het niet weten, maar de monteur is alweer weg. Ja, weer te vergeefs. Hij wist nou wel wat er aan de hand was, maar het moet eerst besteld worden. Ja, de folie is stuk, als je nou weet wat de folie is. De toetsenbord, de 1, 2 en 3 doet het wel, hè, je snelheid. Maar die andere knoppen, om in je menu te komen, iemand die een solo heeft, die zal wel weten wat ik bedoel. Daar gaan ze, althans hij.
Maar in ieder geval, hij moet een nieuwe folie bestellen. En als die binnen is, dan komt hij weer. En dan komt het goed. Maar ja, hij noemde mij nog een krieke dame. Omdat ik zei van dat hij mij te langzaam reed, et cetera. Ik dacht, als hij hem dus weer heel heeft, dan zet hij hem ook weer harder. Dus ja, het komt allemaal goed. Ja hoor. Ja, hij moet gewoon harder, punt, klaar. En ik wist ook niet, folie. Ik denk, huishoudfolie, dat heb ik. Al die nieuwe folie, heb ik, weet je. Zo zat ik te denken. Maar in ieder geval, ik weet nou waar het aan ligt. Ja, dus dat komt vast en zeker wel goed. En ik ga een bakje koffie maken en ik ben met een plaatje bezig. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja, 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 ja. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en toen was het alweer middag. Ja, 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 ja. En ik zit even bij de bank, bij Frodo. Hé, ja nou, die moet ook even zijn aandacht hebben, nee. Ja, zeker, je krijgt een bultje. Ja. Maar in ieder geval, Astrid, die kan ook elk moment weer komen. Dat zit ik ook op te wachten, maar ik ben bezig voor mezelf lekker een bak koffie te maken. Want ik heb dorst. En dan ga ik even gewoon lekker aan de eettafel zitten te genieten van mijn koffie. Ja. Dus we zullen zien wat de dag ons verder brengt. Ook Chrissy die zal komen. Dan hoop ik ook dat ze komt. Die zal Frodo even voor mij gaan douchen. Dus ja, dat wordt weer een drukke middag. Maar het maakt niet uit als het maar gezellig is. Toch? Ja. Oh ja, mijn water is gekomen. Nou, dan schenken we even water erop. Tjoeke, 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 tjoek. Zo. Lekkere bak koffie toch? Ja. Koffie doet wonderen, zegt men. Toch? Lekker. Dus ja, ik ga mijn scherm schoonmaken, want er zitten vlekken op, zie ik. Ja. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik ga hem even schoonmaken. En dan is die ook weer helder. En ik zou zeggen, geniet van jullie middag. En ik zie jullie straks wel weer. Doei! Ja, lieve vrienden. Het is alweer avond. Astrid is alweer geruime tijd naar huis. Want het loopt ook al tegen 8 uur. Chrissy is helaas niet geweest. Maar die kon niet. Daar privé omstandigheden waren. Hé, ja nou. Ja, wij maar wachten hè, op tante Chrissy, hè. Ja. En tante Chrissy staat met jou onder de douche, hè. Ja, en nou is die boos. Ja, hij is helemaal boos. Hij vindt het niet leuk. Hij is beledigd. Dat liet hij ook daarnet wel merken. Maar ja, je kan er niks aan doen. Als je privé omstandigheden erg zijn, dan kan je niet komen. Dus, en dat was het geval. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Het is vrijdag, degene die stappen gaan, voorzichtig met alcohol. Kleed je ook goed warm aan, want het is koud buiten. En ik zou zeggen, geniet ervan. En voor degene die thuis blijven hangen voor de televisie, nou lekker hangen dan maar. Ik heb van alles en nog wat te doen, maar ik probeer het toch een beetje rustig te houden. En ik zie wel wat ik allemaal doen ga. En in ieder geval moet ik even een vlog in elkaar zetten van gisteren. En dan zien we wel weer hoe wat, want dat staat nog op de camera. Dus die moet ik eerst nog leeg halen. En dan gaat deze ook gelijk op de pc, wat ik nou doe. En ik zou zeggen... dan zie ik wel wanneer ik deze weer maak. Ik zal morgen wel weer wezen. En dan zou ik zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, morgen. Ik hoop dat het een beetje knap weer is. Want ik moet naar de andere kant van de stad, naar Action. Want, ja, ook dat nog. Het middelste lampje is kapot van de kast. Bovenin brandt.
onder in brand, maar middenin is kapot. Ben ik aan het zoeken geweest, maar nergens op te vinden. Dus ja, ik moet even naar Action, daar moet ik even lampjes halen. En dan doe dat het ook weer. Dus ik zou zeggen, ik neem jullie lekker mee, morgen met de GoPro. En als het gehobbel en gebobbel is, ja, dan kan ik niks aan doen. Moet je bij de gemeente wezen. Niet bij mij, ik kan er niks aan doen. Ik ben geen wegenbouwer, dus ja. Dus klaag je de gemeente maar aan van, ja, wij willen Corina en de Beestenboel volgen. En dat gaat niet door al dat gehobbel en al die kuilen. Zorg dat jullie de wegen goed voor elkaar hebben. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden. Tot aan de andere kant van de nacht. En geniet van alles wat jullie doen gaan. Doei, doei.